Chefsfriends.nl. Ja, dat was vorig jaar 12 december. Ja. Oh, ja. Ik weet nog goed, ik zat in de auto en ik heb hem als eerste op mijn vader en mijn vrouw. Ja, mijn vrouw was bij me, mijn vader heb ik gebeld en mijn moeder. En daarna heb ik hem gebeld van, we hebben hem. Hè, want ik heb het toch met hem gedaan en dat is eigenlijk het mooiste moment. Dat ik hem belde en dat ik hier kwam aanrijden vanuit Amsterdam. En dat hij klaar stond met een fles champagne om hem over me heen leeg te spuiten. De ster, natuurlijk. Toen we de ster hebben verdiend, hè. We hebben met z'n tweeën dat een beetje gedaan, met wat hulp van anderen. En dat is wel leuk in de keuken. Als je dan aankomt, 's avonds komt hij de servet aan en ik ben overdag dan al bezig geweest, een beetje een feestje voorbereiden, het hapjes klaargezet. En je ziet elkaar, dat is gewoon een moment van geluk, zeg maar. Op het moment dat hij binnenkwam, had hij qua technieken alleen de basis onder de knie. Dus ik heb hem als jonge hond helemaal kunnen kneden. Dus eigenlijk kopieert hij mij. Wat heel fijn is. Dat betekent dat je natuurlijk niet heel veel vernieuwende ideeën van hem kunt loskrijgen. Vooral in het beginstadium niet. Maar nu hij weet hoe ik kook en hoe ik dingen maak, kan hij mij één op één kopiëren. En dan zie je toch dat hij af en toe wel eens heel creatief kan denken. En net heel eventjes iets anders te doen. Van, hey, kijk chef, zo kan het ook. En dan denk ik, oh ja, inderdaad. Daar had ik nog niet eens over nagedacht. Dus dat is wel leuk om dat te ervaren. Ja, stoer. Stoer, een beetje robuust. Stoere, grote gerechten, leuke gerechten. Puur van smaak natuurlijk. Niet veel kleine dingetjes eraan. Gewoon echt mooi stoer, zoals het de natuur ook het heeft gemaakt. En dat is wel cool eraan. Nou, ik denk dat mijn gevoel zegt dat Jasper heel lang hier blijft. Dat gevoel wil ik hem ook teruggeven, dat weet hij ook. Hij heeft voor mij... We hebben vaak gesprekken erover. Hij krijgt van mij opleidingen om hemzelf, om zijn eigen ontwikkeling nog wat te verhogen. Ik stuur hem en begeleid hem daarin. En wij zijn nu zelfs aan het kijken of we hem niet wat langere tijd ook aan de voorkant kunnen zetten. Dat hij die ervaring ook heeft. En dan is alleen maar goed. Stel dat hij later een eigen zaak heeft, dan weet hij op alle twee de fronten wat er moet gebeuren. En dan kan hij daar ook zijn eigen stempel op drukken. Dus ik vind dat heel belangrijk. Dat gaat er allemaal natuurlijk in overleg. Met hemzelf. Hij moet daar ook goed in zitten, maar ik denk dat hij nog over 5 jaar nog altijd hier in het restaurantje werkt. Absoluut, ja. Ik denk dat hij over 5 jaar, ik gun het hem eigenlijk ook wel, wat meerdere restaurants zal hebben. Verwacht ik, denk ik. Sowieso met dit restaurant zal hij nog heel veel bezig blijven. Dit blijft zijn, zijn restaurant en daar zal hij nog heel lang mee bezig zijn. Ik zie hem ook hier niet weggaan zo gauw. Het is echt de perfecte plaats voor hem. Hij wil natuurlijk altijd, zijn droom is om meer te hebben. Maar misschien over 5 jaar, misschien over 10 of 20 jaar. Ooit komt dat wel goed. Nou ja, de meest bijzondere eigenschap van Jasper is dat hij multifunctioneel inzetbaar is. Hè. Kijk, we hebben met z'n tweetjes de ster gekookt. Niet dat we daar specifiek naar op zoek waren, maar vorig jaar december hebben we hem onverwachts gekregen. En dan stonden we met z'n tweeën in de keuken. Maar hij heeft ook veel ervaring in de bediening. Dus we kunnen hem eigenlijk overal neerzetten waar wij vinden dat hij op dat moment nodig is. En dat is zijn sterke kracht. Hij heeft een hele grote poetstick. Hij is heel erg fan van poetsen. Hij is sowieso heel secuur met werken natuurlijk. Hè? Maar hij heeft hele grote poetstikken. Alles moet super strak, super netjes zijn. Anders mogen we het 's avonds niet naar huis. Dan doen we het totdat het goed is. Als het 's avonds niet goed is, 's morgens opnieuw. Chefsfriends.nl is een initiatief van R&R Media en Advies. Ga voor meer Chefsfriends naar www.chefsfriends.nl en volg ons ook op Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, Google+, YouTube en Foodspotting.